Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik je laten zien hoe je lekkere, zachte, zoete broodjes kunt maken. Dit zijn de ingrediënten die we nodig hebben. Ik ga er even stap voor stap doorheen, zodat je precies weet wat we gaan gebruiken. Ik heb hier lauwwarme melk. Dit is volle melk, maar je zou eventueel ook halfvolle kunnen gebruiken. Of magere melk. Zonnebloemolie. Bloem. Eieren. Smeerboter. Dus echt van dat boter wat je op je boterham smeert. Maar je zou ook roomboter kunnen gebruiken. Als de roomboter maar wel lekker zacht is, dus op kamertemperatuur. Ik heb hier donkere sesamzaadjes, melk, gedroogde gist, zout, vanillesuiker en kristalsuiker. Onderaan de video tref je een link naar het directe recept op de blog. Nou, de lauwwarme melk mag in de kom. Zo. En dan voegen we hier het ei bij. 1 hele ei. En 1 eiwit. Het eigeel die zetten we even apart. Die gebruiken we straks voor het bestrijken van de broodjes. Zo. En dan mag de gedroogde gist er ook bij. En de kristalsuiker. De vanillesuiker. En de zonnebloemolie. Zo, en dan mix je dit even samen. Gewoon even met de garder. Zo. Nou, dan sluiten we nu de keukenrobot. En dan voegen we de bloem toe in stappen. En in de tussentijd laten we de keukenrobot op middelhoge snelheid draaien. Nou, de helft zit er nu bij. Dan voeg ik ook het zout toe. En dan blijven we de bloemen gewoon bijscheppen. Nou, het deeg is mooi gekneed. Kijk, het deeg is ietsjes plakkerig. Maar het blijft ook niet weer te veel plakken aan je handen. Kijk. Nou, het deeg mag uit de kom. Ik gebruik hier trouwens weer zo'n deegschraper voor. Werkt echt super handig. Oh, het deeg is echt lekker warm. Zo. Nou, dan gaan we het deeg nog even met de hand doorkneden. Merk je nou dat het deeg aan je handen blijft plakken? Kun je een heel klein beetje olie toevoegen, zonnebloemolie. Ongeveer een theelepel. Smeer je handen mee in. En dan kneed je het deeg even door. Nou, dan gaan we nu het deeg laten rijzen in een kom. Ik giet hier ongeveer 1 theelepel zonnebloemolie in. En dat smeer ik even uit met mijn handen. Zodat het deeg niet blijft plakken. Nou, wat je nog op je handen hebt, smeer je op de bovenkant van het deeg, zodat het deeg niet uitdroogt. Zo, en dan mag het deeg in de kom. En dan dekken we het deeg af met folie of met een pedaalemmerzak, wat ik altijd gebruik. Nou, dan moet hij wel loskomen. Ja.
super handig, kijk. Zo, en dan mag hier nog een schone theedoek overheen. En dan gaan we nu het deeg laten rijzen op een warme plek in huis voor zeker 60 minuten. Nou, we hebben het deeg voor 1 uur laten rijzen. En dan mag het deeg nu uit de kom. Oh, zo lekker fluffy. En het eerste wat we gaan doen, eerst het deeg. De lucht uit het deeg drukken. Zo. Dan mag het deeg uit de kom. En dan gaan we nu kleine bolletjes vormen. Je drukt gewoon met je wijsvinger en met je duim een klein stukje deeg. Kijk, op deze manier. En die vorm je dan tot een bal. Net als hoe je bijvoorbeeld cinnamon vormt. Gewoon precies hetzelfde. Wat je overhoudt aan de onderkant, dat druk je eraf. Zo. En dan maak je weer een bolletje, dus met je wijsvinger en je duim. Klein stukje deeg. En de onderkant knijp je los. En dan vorm je dit tot een mooie bal. De uiteinden breng je altijd naar de binnenkant. Zo. En de onderkant knijp je dan samen. En wat je overhoudt, dat zet je even weg. En dan is dit je bolletje deeg. En de bolletjes deeg die dek je trouwens af met precies dezelfde plastic folie. En dan ga je verder met de rest van het deeg. Oké, dan gaan we nu de broodjes vormen. Je pakt een bolletje deeg, die plaats je op je werkblad. En dan schep je wat boter op, ongeveer een halve theelepel. Die smeer je bovenop het bolletje. En dan gaan we dit plat drukken. Gewoon met je vingers, je hebt geen deegroller nodig. Zo plat mogelijk. Oké, en dan rollen we het deeg nu op tot een lange staaf, vanaf de onderkant naar de bovenkant. Dus gewoon zo. Kijk, je hebt nu 1 lange staaf. En die rol je even uit. Zo lang mogelijk. Oké, en dan zet je dit even apart. En dan pak je het volgende bolletje deeg. Daar schep je ook weer wat boter op. En ook deze gaan we weer plat drukken. Je werkt trouwens altijd vanuit de binnenkant naar de buitenzijde. Dus vanuit de binnenkant van het deeg druk je het deeg plat naar de buitenkant. En de zijkanten die druk je altijd heel goed aan. Het beste is om met je handpalm de zijkanten goed aan te drukken. En natuurlijk gewoon met je vingers. Zo, en dan rollen we het deeg weer op naar de bovenkant. Zo, en dan pakken we het andere strookje deeg. Deze. En die plaatsen we precies ernaast.
De bovenkant die drukken we samen. En dan gaan we nu een soort van vlechten. Dus elke keer gewoon een strookje deeg om het andere strookje deeg. En zo ga je dan elke keer verder. Nou, en dan breng je de uiteinden samen en die druk je dan goed aan. Zo. Nou, en dan mag dit broodje bovenop je bakplaat, sorry. Nou, het ene eigeel dat we net apart hebben gehouden, kloppen we even los. En dan mag hier de melk bij. En dan mix je dit even samen. Zo, en dan mogen nu de broodjes de oven in op 200 graden voor ongeveer 30 tot 40 minuten. En ondertussen hou je ze altijd goed in de gaten. Nou, de broodjes zijn zojuist uit de oven gekomen en ze ruiken zo ontzettend lekker. Ik kan echt niet wachten om er vanavond eentje lekker op te eten. Zoals ik al zei, zijn dit echt super zachte broodjes. En de volgende dag zijn ze nog steeds lekker zacht. Als je ze maar goed afdekt met een theedoek en eventueel inpakt met plastic folie, blijven ze lekker zacht. Ik zou zeggen, probeer het eens uit. Het is niet moeilijk en ontzettend lekker. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!